Ik ben Evert van der Kamp. Ik ben 42 jaar. Ik ben eigenaar samen met Mirjam van Gelder van de Kampen van Gelder, accountants en adviseurs in Amersfoort. De diensten die wij voor onze klanten verrichten zijn, ja, ik roep even de traditionele accountancy-diensten. Jaarrekening, aangiftes, administratie. Eigenlijk een beetje wat elk kantoor van ouds al doet. Maar wij zien wel dat dat aan het veranderen is. Klanten gaan toch meer richting advies vragen en dat soort dingen. Aan kantoren die nu nog heel veel omzet en maken en geld verdienen met het inboeken van administratie, het samenstellen van jaarrekeningen of opstellen van aangiftes, zou ik willen adviseren, ga goed nadenken over hoe je over 5 jaar nog je geld wil verdienen. Er komen steeds meer producten op de markt waar je gebruik van kan maken. Een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld scannen en herkennen. Daar maken we heel veel gebruik van. En het geeft ons de mogelijkheid om de klant veel meer inzicht te geven in hun administratie. Ik denk dat het belangrijk is voor klanten om in het heden te leven. Omdat het verleden is gebeurd, dat kun je niet meer beïnvloeden. Wanneer je achteraf de administratie in orde brengt voor een klant en zegt, hey, in december had je een voordeel kunnen behalen. Als we toen hadden geweten dat, ... daar is een klant niet mee geholpen. Een voorbeeld van, van het helpen of tijdig inspringen bij een klant is dat er een klant belt en zegt van, hey, ik heb geld gereserveerd omdat ik belasting moet betalen. Alleen nu heb ik een probleem en heb ik geld nodig om bijvoorbeeld een auto te kopen of een andere investering te doen. Moet ik daarvoor naar de bank, ja of nee? In het verleden zouden we gezegd hebben, kom maar met je tas en je mappen. We gaan dat verwerken en volgende week hoor je van ons meer. En nu kon ik gelijk met die klant meekijken in het systeem. Kijken van, nou, hey, hoe staat hij ervoor? Even een berekening op de rand van de krant, zoals het heet, van hey, wat is de fiscale verplichting? En we konden in dat telefoongesprek aangeven of hij wel of niet naar de bank zou moeten of dat hij het uit zijn eigen middelen kon financieren. Ja, kantoren zouden mij betreft bezig moeten zijn met hun interne processen. Wij hebben intern hier op kantoor met onze medewerkers over processen nagedacht. En het grappige is dat daar dus uit mensen gewoon hele zinvolle, nuttige tips komen of gedachten komen hoe dingen anders zouden kunnen. Maak daar gebruik van. Wij hebben als kantoor een duidelijke visie op automatisering. Automatiseren wat kan, persoonlijk wat wenselijk is. Dus op een zo efficiënt mogelijke manier onze diensten aan te bieden. De standaard dienstverlening efficiënt in te richten. Zodat je tijd overhoudt om klanten de aandacht te geven die ze verdienen. We hebben best wel afgelopen jaren afscheid genomen van klanten. Zelf. En soms tot verrassingen. Dus hey, maar kunnen jullie ook mij opzeggen dan? Ja, dat kan. Want het is een gezamenlijke relatie en op het moment dat wij het gevoel hebben van ja, hier gaat heel veel energie in zitten, die besteed ik liever aan klanten die er wel gelukkig van worden. In persoonlijke contacten kun je het meeste uit je relatie halen en de andere dingen moeten gewoon geregeld zijn. Punt.